This... Ah, zo, ineens ben ik er. Hi. Nou, jongens. Ik hoop dat jullie even lekker de benen gestrekt hebben. Dat jullie even, in ieder geval de deelnemers, de eerste zenuw van je afgeschud hebben. Hij is binnen. De uitslag. Ja, en ik zou inderdaad bijna... Tromgeroffel, yes. Oké, jongens. Laat me dit zeggen. Alle deelnemers sowieso... Fantastisch, nu al gedaan. We gaan door naar de volgende ronde. En om Henny Huisman te citeren, er kan er maar één de winnaar zijn. Dus nou, dit wordt ook nu zeg maar, de eerste afvaller. Daar kunnen we verder niet omheen. Maar wel een heel veel liefde en lobby voor iedereen die hier zo meteen staat. De eerste naam die ik ga noemen, is ook de eerste die strakjes in de ronde 2 gaat beginnen. En zo ga ik zeg maar de volgorde van de volgende ronde aankondigen. En dan hoort degene die daar niet bij zit vanzelf bij. Er is nog even overleg geweest in de pauze. Doordat wij nu 3 deelnemers eigenlijk tekort komen. Of wat minder zijn met 3 deelnemers. Normaal zijn het er 8. Hebben we toch besloten om in deze ronde maar 1 persoon te laten afvallen. In plaats van 2. Dus we gaan de tweede ronde in met 4 deelnemers. Als eerste in de tweede ronde gaat zijn... Maaike. Groot applaus voor Maaike. Yes. Gefeliciteerd. De tweede spreker in ronde 2 zal zijn... Peter. Peter spreekt. Gefeliciteerd. We gaan door naar de derde plek van de tweede ronde. Die zal gevuld worden door Sebastiaan. En dan de laatste plek. Die gaat, mag ik dan hier een tromgeroffel voor? Ja, precies. De laatste plek voor ronde 2 zal worden ingenomen door Jacqueline. Mag ik even een... Nee, wacht. Co. Oh, wat erg. Co, gefeliciteerd. Co. Ja, maar heb ik even laten schrikken. Ja, dat heb ik even laten schrikken. Maar mag ik alsjeblieft een heel groot applaus? Sorry Jacqueline, dode musch verhaal. Ja. Ja, nee, mag ik wel een heel groot applaus voor Jacqueline. Voor jouw deelname en voor jouw mooie woorden. Heel mooi gedaan, ik heb van je genoten. Wij gaan dan nu wel gelijk door naar de eerste spreker van...